De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft vandaag de bewustwordingscampagne Met elkaar in Suriname gelanceerd. Het doel is de samenleving, met name politici, bewust te maken van de noodzaak om de rechten van inheemse en tribale volken wettelijk te regelen. Ook moet deze campagne ertoe bijdragen dat de conceptwet grondenrechten behandeld en aangenomen wordt in de Nationale Assemblée. Theo Jubitana, voorzitter van de FITS, zegt dat de conceptwet de aandacht heeft van de regering. De bedoeling is dat de campagne dus ertoe moet bijdragen naar de bewustwording van de politici, van de beleidsmakers. Het moet een zo breed mogelijk draagvlak hebben. Ook het overige deel van de Surinaamse samenleving moet daarvan overtuigd zijn. En de besluiten zullen dan in het politiek huis genomen worden, de assemblée. En ons is gezegd dat het binnen niet te lange tijd, dat het komend jaar zeg maar, dat men daar werk van kan maken. Is men 6 maanden tot een jaar. Het bedrijf STAS International is belast met de coördinatie van de bewustwordingscampagne van de FITS. STAS-directeur Karin Revos zegt dat de inheemse organisatie reeds lang bezig is met de voorbereiding van deze campagne en nemen ze daarom ook het voortouw. Dan zullen uiteraard vanuit de Maron-gemeenschappen ook de informatie wordt ook naar hun doorgestuurd. De infomercial die u hier zag, er is een radiospot gemaakt van max een minuut. En die is ook vertaald en die gaat ook, dus behalve naar jongeren, ook naar alle anderen die het Nederlands niet echt machtig zijn, worden op die stations ook uitgezonden. Karin Revos, directeur van STAS International. De bewustwordingscampagne Met elkaar in Suriname duurt tot en met 20 december. In januari 2021 gaat de organisatie wederom van start met de campagne.